Dat de Meilandjes geen blad voor de mond nemen was al eventjes duidelijk. Tot nu toe kon iedereen dat wel relativeren, tot Erika Meiland enkele controversiële uitspraken deed. De Nederlandse bracht een boek uit waar ze onder andere moslims burka-pinguïns noemt. Dat bracht veel kritiek met zich mee. En die klachten kwamen ook tot bij Hallmark. Het bedrijf verkocht een aantal kaarten met uitspraken van de familie Meiland. Maar ze zetten nu de samenwerking stop. Volgens de kanttekening.nl zou Hallmark gezegd hebben dat ze diversiteit omarmen. We sluiten niemand uit en vinden dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten offline te halen, reageren ze. Erika liet aan Shownews weten dat de samenwerking werd stopgezet zonder overleg. Ze zijn even in beraad en tijdens het beraad hebben ze de collectie offline gehaald. Aldus Erika. We leven in een vreemde maatschappij tegenwoordig, sluit ze af.